Op maandag 5 november organiseerde het Veteraneninstituut een drukbezochte bijeenkomst in de Reehorst. Militairen uit alle geledingen van de krijgsmacht waren samen met hun familie aanwezig. Uit diverse onderzoeken bleek dat nazorg, zowel bij de militairen als vooral ook bij de achterban, meer aandacht behoeft. Het thema van deze dag was dan ook relaties onder vuur, samen aan zet. Ik vind het een heel goed motto, want je ziet dat achter iedere veteraan staat een thuisfront, staat een partner of ouders staan daarachter. En die zijn heel erg belangrijk om de uitzending mogelijk te maken. Zonder thuisfront konden zij hun werk ook niet doen. Het is heel erg belangrijk dat we hier vandaag met de veteranenlezing zijn, met het Veteraneninstituut en Nationaal Comité Veteranendag, omdat onze veteranen echt waardering moeten krijgen. Wanneer is iemand eigenlijk een veteraan? Er is een veteranenwet in Nederland en je bent veteraan als je dus uitgezonden bent geweest in een oorlogssituatie. En dat kunnen ook nog mensen zijn die nu nog actief dienen. Hoe kijkt u aan tegen buitenlandse uitzendingen van onze militairen? Die zijn nodig, maar mits goed voorbereid enzovoort, maar ze zijn wel nodig. Ja, mijn motivatie was eigenlijk natuurlijk, het hoort erbij. Hè. Je meldt je aan als militair en je gaat aan het werk als militair. En dan weet je gewoon dat een uitzending in je takenpakket behoort. En de kans dus aanwezig is dat je uitgezonden gaat worden. Ik ben heel trots op hem, ja. Toch een heel actueel thema. Hoe beleeft het thuisfront veteranen met stress en depressies? De betrokkenheid viel mij toch wel op van het thuisfront. De meesten voelen zich betrokken, zijn ook trots op de veteraan. Maar er bleek ook wel uit dat toch er ook nog wel een redelijke groep is die de problemen moeilijk kwijt kan aan de omgeving. En het is wel goed dat je dat natuurlijk benoemt, want veteranen zaten ook in de zaal. En misschien ook wel mensen die dan problemen hebben. En dan horen ze, ja, ik ben niet alleen. Ik sta niet alleen als ik niet al mijn problemen deel nu ik terug ben van mijn missie. Ja, zoals ik het al in de film zei, moeilijk. Heel moeilijk laten gaan. Ik heb niks met oorlog, dus ik weet niet hoe het is om in de oorlog te zijn en hij zat in de oorlog. Maar de veteranen zijn wel nodig. Nu, mevrouw Bijleveld, heeft u een krijgsmacht geërfd dat door jarenlange bezuiniging letterlijk en figuurlijk helemaal uitgewoond is. Zeer actueel. Zakt u de moed niet af en toe in de schoenen? Nou, ik ben een optimistisch ingesteld mens, zoals u weet. Maar het is best natuurlijk ingewikkeld, vooral voor de mannen en vrouwen die bij ons werken. Dat je na 25 jaar bezuinigingen, dat je moet van ver komen uiteindelijk om tot iets te komen. Maar gelukkig kunnen we investeren, mogen we investeren. En stap voor stap wordt het beter. En wat mij betreft ook de waardering voor onze mannen en vrouwen. Want ik vind het helemaal niet vanzelfsprekend, dat wilde ik toch nog wel zeggen, dat zoveel mannen en vrouwen, bijna 60.000 mensen werken er bij ons, voor onze vrijheid dagelijks overal ter wereld, maar ook in Nederland optreden. En onze ambities op militair gebied, willen en kunnen we die ons eigenlijk wel veroorloven? Nou ja, we moeten het ons veroorloven, want defensie is gewoon een grondwettelijke taak. Dat is denk ik goed om ons te realiseren. En de veiligheidssituatie in de wereld, die wordt er echt niet beter op vandaag de dag. Kijk naar wat er in Rusland gebeurt. We oefenen niet voor niks in Noorwegen met een grote oefening met 45.000 mensen aan de rand van Rusland. Met 31 landen die daaraan meedoen vanuit de NAVO. En het is heel erg van belang dat we ons realiseren dat defensie grondwettelijk er is om te beschermen wat ons dierbaar is. En dat is onze vrijheid. Dat we hier gewoon kunnen zijn wie we zijn.